En dit zijn de gelukkige winnaars. Judith Elzer en Wim Meeuwissen mogen de komende maanden hun nieuwe viskiosk opzetten in het nieuwe houten gebouwtje naast het Wielerwouwplein. In eerste instantie zou hier de tabaks- en buurtwinkel van de familie Knollema komen. Zij moesten hun zaak in 2020 sluiten voor de uitbreiding van de Lidl. De behoefte van een nieuwe tabakzaak was nog steeds groot. Dat bleek uit twee petities van wijkbewoners. Om de keuze toch zo democratisch mogelijk aan te pakken, schreef de gemeente een prijsvraag uit. Mensen konden de hele maand juli stemmen. Dat kon zowel digitaal als fysiek. Uiteindelijk is er zo'n 1100 keer gestemd, dus een heel mooi aantal. En ongeveer 2/3 van de stemmen, zo'n 700 stemmen, die is naar Mooijheem gegaan, de visboer. Ja, en hij kan... Nou, Wim en ik waren allebei toe aan iets anders. Ik heb lang in de hulpverlening gewerkt. Wim heeft bijna 30 jaar achter de computer gezeten. Die heeft Frans gestudeerd. En we zijn allebei behoorlijk culinair, kan ik wel zeggen. Dus we vonden het ontzettend leuk om iets met eten te gaan doen. Ja, dit is de ruimte dus. En er zitten hele leuke feeders in, waardoor het een mooi ruimtelijk effect krijgt. En ja, hier willen we eigenlijk wat zee- en vis-attributen plaatsen. Dus ja. We willen gaan jutten op Schiermonnikoog. Nou ja, hier komt eigenlijk de bakwand, dat is het idee. He, dus we gaan hier bakken en dan komt hier een vitrine en uitgiftepunt van de lekkere lekkernijen. Aan deze kant komt de Michinuki, een Japans concept van een houten buurthuis. Een laagdrempelige ontmoetingsplek voor de buurt. Halverwege september gaat het open. Michinuki is een plek in de Oostparkwijk bij een winkelgebied waar mensen even kunnen plassen, uitrusten, hun telefoon opladen, kopje koffie drinken. Het is tot 5 uur open en bewoners zelf gaan hier gastvrouw en gastheer zijn en die gaan het bemannen. Dus er is al een team van vrijwilligers die het vriendelijke gezicht van de Michinuki gaan zijn. En wanneer gaan jullie open, denken jullie? Nou... Ja, als alles een beetje voorspoedig gaat, dan is het wel de bedoeling dat we sowieso dit jaar open gaan. Maar wanneer? Ja, het is echt heel moeilijk. Er moeten heel veel dingen geregeld worden, er moeten vergunningen aangevraagd worden. Maar gelukkig hebben we een korte lijn met de gemeente. Dus wij zien het hoopvol in dat alles gaat lukken. Maar 1 september zal het niet worden. Nee.